Ik moet nou vertellen van, Koos Meijer is toch al onbekend in die land, en dat is een wonderlijke ons man. Koos wat ons nou hier gehaald, hij slag ja. Samen jou ook een keer. Nee? Ik heb hem gevallen en gevraagd of ik aan die story vertel, want hij dat zomaar zo, zoals een rabadoe vertel. En we staan daar op een eilandje Ivers en allemaal is bij die bus. En ons wil nou inklimmen, hij staat nou nog boven, hij heeft zo'n stort kop. We zetten hem hele groot toer oor zee nou. Ja, ja. Hij heeft zo'n stort kop opgetild, wat hij nou hier in zijn broek gesteken. Dat is nou zijn traveling microfoon. En alles wat hij wil zeggen, daar haal hij nou die ding uit, dan kondig hij dat nou aan oordien. En we staan nou allemaal bij die bus, hij staat nou nog zo op die hotelse stoep. Ik zei hem, Koos, kom nou eens met nou rij. Ja, we halen nou die ding uit, zijn microfoon. Maar hij staat met een glasje in zijn hand. Wat daarin was, weet ik dat nog niet. Hij zei, maar naar voren kom, dit gooi je die aankondiging maken. Ik zei vanmorgen uit die ateliers van Radio Jacaranda. Ons loods vanmorgen veldtocht ten drankmisbruik. Drankmisbruik het ongekende afmetings in Zuid-Afrika aangeneem. En trek hem zijn wangen zo op zijn hond. Wat nou? Die welke is opgebrek. Plaas is uitgesuip. Net een oomblik. Familie is te gronde gegaan. Ons het vanmorgen hier in die atelier om te getuig wat drank in sy leven gedoen het vir Soepie van de Merwe van Brandewijnsvlei. Hoe kom Soepie? Morgen luisteraars. Drank het my opa grootje twee osse waas laat omgooi. En twee plaatsen gelat uitdrank en binnen in sy graf. Luisteraars, drank het my opa die driewelike en zeven kindertjes. Enetje is nou nog op universiteit. Hy is daar in een bottel uit twee koppen. En in die graf als gevolg van drank. My eie vader het my ontval op 7-jarige ouderdom als gevolg van drank. Maar voor mij zal hij niet weinig zijn, hoor.